Nog niet zo lang geleden was een carrière in de bouw overzichtelijk. Technische vaardigheden stonden voorop. Een bouwvakker deed wat hem werd opgedragen en hij werd afgerekend op zijn vakmanschap. De opleiding was er ook geheel op gericht. De maatschappij, de bouwwereld en het onderwijs zijn echter voortdurend in beweging. Maar we moeten even op tafel zitten. Wat zaken duidelijk doornemen. Het gaat over een trajectmap voor de timmerkracht. Opvattingen over hoe een medewerker moet functioneren zijn intussen sterk bijgesteld. Het vakmanschap blijft voorop staan. Maar ook het kunnen samenwerken, eigen initiatief tonen, zelfstandig taken en problemen kunnen aanpakken en klantgerichtheid worden steeds belangrijker. Alle vaardigheden, vaktechnisch en sociaal, noemen we competenties. Een andere manier van opleiden leidt niet alleen tot bekwame vaklieden, maar ook tot volwaardige burgers van de maatschappij. De trajectbegeleider van school begeleidt de leerling in dat ontwikkelingsproces tijdens zijn opleiding. Wat zijn jouw toekomstplannen? Nou, ik wil graag een eigen bedrijf, dus ik wil aannemer worden. Zo? Welke eisen worden er aan de moderne bouwplaatsmedewerker gesteld? Wat moet hij kunnen? Maar ook hoe en waar moeten die vaardigheden worden geleerd? De vraag is niet alleen meer wat leren we, maar ook hoe leren we? Daarvoor moet het onderwijs worden aangepast. Het huidige onderwijs is te veel eenrichtingsverkeer en maakt het leren voor de leerling te passief. Competentiegericht leren maakt het bouwonderwijs aantrekkelijk. Competentiegericht leren heeft als doel het ontwikkelen van competenties, vaardigheden, die de leerling, de deelnemer, in staat stellen alle voorkomende beroepstaken in zijn latere werk te kunnen uitvoeren. Leren gebeurt dan ook voornamelijk in de bouwpraktijk, op de plek van zijn latere beroep. In het opleidingsteam is de leermeester voor de leerling, net als de trajectbegeleider van school, de docent van de school en de instructeur van het samenwerkingsverband, één van de centrale figuren in zijn opleiding tot vakman. Ik zie dat je al wat ervaring hebt uit je vorige opleiding. Dat is mooi, Tom. Wat heb je... Van de leermeester wordt de rol van coach gevraagd. Weet ik niet. Dakwerk moet ik nog doen, maar ook uitzetten en stellen. De leermeester stimuleert de deelnemer zoveel mogelijk om zelf initiatieven te nemen bij het verwerven van alle competenties, vaardigheden. Zullen we dat maar doen? Ja, is goed. De deelnemer staat in het leerproces centraal. Hij voert zelfstandig beroepstaken uit. Van een eerste oriëntatie en planning tot het zelf kritisch beoordelen van zijn werk achteraf. Door het zelfstandig uitvoeren van beroepstaken verwerft de deelnemer niet alleen vaktechnische competenties, maar ook sociale. Zoals samenwerken, overleggen met anderen, correct gedrag naar klanten en een goede werkhouding. Startpunt van de opleiding is de dagelijkse beroepspraktijk. Gedurende zijn hele opleiding werkt de deelnemer aan zijn trajectmap. Deze bevat zijn persoonlijk ontwikkelingsplan, POP, zijn mini-POP's bij de beroepstaken en de beoordelingsformulieren van zijn werk, waarmee de voortgang van de ontwikkeling van zijn competenties in kaart wordt gebracht. In een intakegesprek tussen de deelnemer en de trajectbegeleider van school wordt het persoonlijk ontwikkelingsplan, POP, opgesteld. Daarin wordt afgesproken hoe de deelnemer in het leerbedrijf aan de slag gaat, welke beroepstaken hij gaat uitvoeren en welke ondersteuning de school kan bieden. De beroepstaken worden zoveel mogelijk binnen het leerbedrijf uitgevoerd. Uitgangspunt is dus leren in de praktijk, leren door te doen. De rol van de leermeester is niet veel anders dan die van de leermeester vroeger. Hij stuurt en beoordeelt mede het leerproces en bepaalt samen met de deelnemer welke beroepstaak gekozen wordt. En nou, dat kan ik komen. Hey. Maar ik denk jullie eraan dat die metselaar zou komen? Ja, natuurlijk. Nee, dat is het. Mijn oren maak je niet ongerust. Ja, want ze komen met vier man en ze willen meteen aan de slag. Ja. Ja. Nee, dat weet ik. Oké. Komt dik in orde, joh. Goed, we kijken op jullie. Hey. Hey, hoi. Hoi.
Ja. Wil je nog steeds aannemen worden? Of, Het is een leven vol stress, hoor. Waarom niet? Ja, waarom niet? Ik vind het prima, Tom, zoals jij aan de slag bent met de beroepstaak uitzetten en stellen. Gaat allemaal heel goed. Tijdens de opleiding wordt 8 maal een minipop ingevuld. Dat is 1 per beroepstaak. Dit betekent voor de deelnemer op niveau 2 dat bijvoorbeeld de beroepstaak aftimmeren ongeveer 6 tot 8 weken in beslag neemt. De duur is afhankelijk van de mogelijkheden binnen het leerbedrijf, de complexiteit van de beroepstaak en de capaciteiten van de deelnemer. Ik zie niks in je verhaal iets over onuitgeslapen op je werk verschijnen of constant sms'en. En als je je werk goed wil doen, dan moet je daar ook aandacht aan besteden. Dus uitgeslapen op je werk verschijnen en niet meer sms'en tijdens het werk. Afgesproken? Ik ga mijn best doen. Ja, dat hoor ik natuurlijk graag, Tom. Maar ik zie liever dat je wat gaat doen, hè? Kijk, laat ik het anders zeggen. Ik zou graag willen, Tom, dat je behalve deze competenties die je hebt aangekruist en waar ik het ook mee eens ben, ook aankruist, ik toon actief en gemotiveerd leergedrag. Dan kan ik daar de komende weken aandacht aan besteden. En dan zul jij moeten aantonen wat je hebt gedaan om aan deze competentie te werken. Anders zal mijn beoordeling wat minder zijn. En hoeveel tijd wil je daarvoor nemen? Niet altijd kan een beroepstaak geheel in het leerbedrijf worden uitgevoerd. Leren doet de deelnemer niet op 1 plaats, maar op het leerbedrijf, het samenwerkingsverband en het ROC. Op het samenwerkingsverband kan de deelnemer een deeltaakoefening uitvoeren. Dit is het trainen van 1 of meerdere competenties van een beroepstaak. Op het ROC maken de deelnemers deel uit van een basisgroep, waarbinnen zij ervaringen en kennis uitwisselen. Een basisgroep bestaat uit 4 tot 6 deelnemers. Samenwerkend leren staat voorop. Met ondersteuning van de trajectbegeleider wordt gewerkt aan groepsopdrachten. Door deze aanpak werkt de deelnemer ook aan zijn sociale competenties. Ook voeren de deelnemers opdrachten uit vanuit werkboeken en digitale leerobjecten die aansluiten bij de beroepstaak waar zij op dat moment mee bezig zijn. De praktijk is leidend. Hoe gaat het op de bouwplaats, Tom? Ja, goed. Prima. Ik ben lekker bezig. Ja? Nou, ik heb jouw trajectmap bekeken net. En ik zie dat jouw leermeester je op een aantal onderdelen van je competentieontwikkeling nogal kritisch beoordeelt. In ieder geval kritischer dan jij dat zelf doet. Waar staat dat dan? Nou, hier. Kijk, als ik hem erbij pak. Kijk, hij is kritisch op het volgende. Hier, toont actief en gemotiveerd leergedrag, dat geeft hij jou een onvoldoende. Werkt goed samen, vraagt hulp, is collegiaal, flexibel en hulpvaardig, geeft hij jou ook een onvoldoende. Terwijl jij zelf op precies dezelfde onderdelen jezelf een voldoende scoort. En dat gaat eigenlijk al te lang zo. Dus ik vraag me dan af, hoe zit dat? Die man die is gewoon heel kritisch. Als het niet snel genoeg gaat, dan zit hij meteen achter je aan. Die man is gewoon echt heel streng. Nou, technisch heeft hij anders helemaal geen commentaar. Dus dat zit dan kennelijk wel goed. Daarom snap ik het ook niet. Ik denk dat die man gewoon altijd wat te zeiken moet hebben. Oké, wat te zeuren. Je zou in ieder geval kunnen zeggen dat jij geen idee hebt hoe je die verschillen kunt verklaren. Nee, ik doe altijd mijn best en die man die blijft commentaar geven. Nou ja, dan denk ik dat ik hem maar eens ga bellen. Ja, want dan gaan wij maar eens met z'n drieën rond de tafel zitten. Ja, maar ik heb deze week mijn proeven van bekwaamheid, dus waarom moet dat nu? Ja, juist nu, voor de proeven van bekwaamheid. Want anders heb je daarvan straks onderdelen onvoldoende. Nou ja, en dat zou zonde zijn. Maar het werk is goed, toch? Ja, het werk is heel goed. Maar je wordt niet alleen maar beoordeeld op de technische aspecten van het werk. Het gaat ook om de manier waarop en hoe jij je opstelt. Ja. Als de leermeester en de deelnemer het er samen over eens zijn dat de deelnemer de beroepstaak in praktijk beheerst, wordt de proeven van bekwaamheid afgelegd. Een proeven van bekwaamheid is een praktijktoets en wordt door de leermeester beoordeeld en becijferd met behulp van het formulier Proeven van bekwaamheid en competentieontwikkeling. Ik ben dus in tegenstelling tot wat je zelf vindt, Tom, niet tevreden over hoe jij je ontwikkelt tijdens de beroepstaak uitzetten en stellen. Ik wil er met name over de competentie leergedrag. Je hoeft de beoordeling van de laatste weken maar erop na te kijken. Ja, hoezo dan? Het doet werk toch goed en de proeven van bekwaamheid is toch goed? Ja, de praktijk dat loopt wel. Daar laat je tenminste zien dat je wat doet met wat ik je meegeef. Maar je houding, daar doe je helemaal niks mee. Je komt nog steeds regelmatig te laat, je zit te bellen, te sms'en. Ik weet vaak niet waar je uithangt en wat je aan het doen bent. Ik ben gewoon aan het werk. Ja, ik heb er last van, Tom. Ik bedank ervoor om je constant achter je broek aan te hollen. En volgens mij is het ook helemaal niet nodig.
Want je hebt laten zien dat je het kan tijdens je proeven van bekwaamheid. Dus ergens klopt er iets niet. Ja, ik ben gewoon moe. Ja, maar hoe komt dat dan? Moet het werk anders? Ja, vertel eens wat, Tom. Ik bedoel, ik wil je wel helpen, maar moet je wel vertellen wat er aan de hand is. Ja, er is helemaal niks aan de hand. Ik klus gewoon af en toe bij 's avonds en dan wordt het laat en dan ben ik 's ochtends. Tijdens het beoordelingsgesprek komt naar voren wat goed gaat en wat beter kan. Belangrijk element is, de deelnemer beoordeelt ook zichzelf met behulp van het formulier competentiemeting. De trajectbegeleider bespreekt hierna met behulp van een reflectieformulier het resultaat van alle beoordelingen. De uitkomsten van de beoordelingen van de leermeester, de docent, de deelnemer en de instructeur van het samenwerkingsverband verwerkt de trajectbegeleider samen met de deelnemer op het reflectieformulier uit de trajectmap. Deze trajectmap bevat alles wat betrekking heeft op de opleiding van de deelnemer. Hij beheert deze zelf. Met behulp van deze map blijft iedereen die betrokken is bij de opleiding op de hoogte van de ontwikkelingen. Aan het eind van de beoordelingen en het reflectiegesprek wordt het volgende minipop voor de komende weken opgesteld. En worden afspraken gemaakt over de taken van de deelnemer. Oké, dan wil ik wel aftimmeren. Uitgangspunt in de opleiding blijft het leren door te doen. Het leren vindt plaats in de eigenlijke bouwpraktijk. Het overdragen van vakmanschap aan de deelnemer blijft voorop staan. De leermeester en trajectbegeleider zijn voor de deelnemer centrale figuren in zijn ontwikkeling op technisch en sociaal niveau. De taak van de leermeester wordt de competentiegericht onderwijs persoonlijker en uitdagender en biedt meer mogelijkheden om de lerende deelnemer te ondersteunen in zijn ontwikkeling naar volwassen vakman.